En het leek me wel leuk om de mom tag te doen. Dus dat zijn een paar vragen. Ik heb heel veel verschillende tags opgezocht. En een beetje de leukste en toepasselijke, zeg maar, vragen eruit gehaald. En die hier op mijn mobiel staan. Dus die gaan we nu beantwoorden. Ik ben heel benieuwd. Oké, vraag 1. Wat was ik voor kind? Een leergierig kind. Dat keek heel erg wat er om zich heen gebeurde allemaal. Daar heel veel van leerde. Heel veel energie. En wilde veel spelen. Soms een beetje de baas, dingen regelen. Ja. En heel gevoelig. Voor sommige dingen kon je heel bang zijn. Voor de zee, toen je echt klein was. Was je echt bang voor de zee. Als we dan naar de zee gingen, dan zag je die golven komen. Nou, dan was je echt, echt heel bang. En voor fietsen, leren fietsen, vond je moeilijk. Ik was 6 toen ik kon fietsen. Zonder wieltjes. Ja. Ja, dat denk ik. Oké. Wat vind je ervan dat ik YouTube-video's maak? Ja, vind ik heel erg leuk. Ik weet namelijk nog heel goed, zeg maar, een gesprek wat we hadden 3 jaar geleden. Toen ik aan jou vroeg van ja, ik vind het leuk om te doen en wat vind je daarvan? En toen hadden we nog besproken dat ik, zeg maar, niet mijn gezicht op YouTube zou doen en niet mijn naam en zo. Ja, dat was toen in het begin van YouTube. Ja. Moest iedereen nog een beetje wennen aan hoe dat nou werkte. En hoe dat gebruikt zou worden of misbruikt zou worden. En dat geldt natuurlijk nog wel. Ja. Er gaan soms best dingen mis of mensen misbruiken dingen die op YouTube staan. Dus daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Nou ja, en als moeder heb je de taak om je kinderen een beetje te beschermen en te waarschuwen. Dus ik denk dat dat het was. En nu vind ik het erg leuk. Heel leuk om het te zien. En die geeft een leuk inkijkje in je leven. Ja, met mijn vlogs. Ja. Soms film ik jullie ook wel eens dat ik... Op eerst durfde ik dat ook niet, maar nu film ik eigenlijk heel veel mensen van. Ja. Hoi. Hoi. Wat is een gekke gewoonte die ik heb? Moet ik even over nadenken. Nou, je hebt niet echt gekke gewoontes, je hebt leuke gewoontes. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als je 's ochtends wegfietst, dan zwaai je altijd even naar ons. Dat vind ik leuk, als wij dan tenminste jou uitstaan te zwaaien. Je houdt ervan om dingen heel erg te structureren en te plannen. Ja, dat heb je niet van een vreemde, want daar houden wij ook wel van. Ja. Je bent wel heel plichtsgetrouw. Je hebt bijvoorbeeld zo'n dagboek waar je elke dag moet in moet schrijven. Een paar regeltjes en dat kun je dan 5 jaar lang doen. Nou, volgens mij heb je nog niet een dag overgeslagen. Nee. En je vindt iets te vaak dingen awkward, gênant. Maar dat ben je al een beetje aan het afleren. Ja, introvert of zo? Nee, eerder wat verlegen. Ja. Je bent niet introvert. Nee? Nee, je bent wel heel open over wat je voelt en vindt en denkt. Dus, nee. Als je me een andere naam zou moeten geven, wat zou het dan zijn? Dat weet ik toch niet, schat. Heb je er niet over nagedacht? Nee, dan zou je Meerte geheten hebben, want zo heet de tweede dochter. En hadden jullie niet een lijstje met namen van wat jullie wilden? Of wisten jullie gewoon echt meteen? Nee, we hadden natuurlijk wel een lijstje gemaakt, alleen... Het was niet zo dat we een top 3 hadden van nou oké, als het niet Afke wordt, dan wordt het... Nee, het was Afke. Hoef je geen alternatief te hebben. Oké. Okay. En bij de tweede zijn we weer overnieuw begonnen met denken over namen. Opnieuw. Opnieuw. Dat is ook een gênant, een vervelende gewoonte. Mensen verbeteren. Ja, maar dat is niet vervelend. Ik probeer mensen alleen maar te helpen. Nee, dat is ongevraagd. Dus als ik erom vraag, mag je het doen. Oké. Okay. Oh, en als ik een jongen was, hoe zou ik dan geheten hebben? En dat weet je. Ja, maar vertel jij het. Ik vind het niet zo leuk. Dirk Josse. Ik vind... Nou. Geef niet, want je bent geen jongen. Geen commentaar. Ik ben erg blij dat ik geen jongen ben. Niet alleen omdat, maar wel ook omdat. Hoe zeg je dat? Maar niet uit. Laat maar. Wat is iets waar ik door geobsedeerd raak of ben? One Direction. met name, hoe heet hij? Harry. Harry. Precies. Kijk, hij staat zelfs op haar telefoon. Maar ik wil daar wel heel veel iets aan toevoegen. Ik ben echt niet zo'n gekke schreeuwende, huilende. Nee, dat fan. Klopt. Dat ik kan ik gewoon, beamen. Ik vind ze gewoon leuk. En heel knap. Harry is gewoon heel leuk en hun heel muziek knap. Is gewoon leuk. Ja, heel knap. En verder ben je, nou ja, geobsedeerd. Je bent heel erg gek van muziek. En... Nieuwe bands ontdekken, mooie muziek vinden. Mm-hmm. Dus concerten, ja. Festivals. Dat. Waar zou je me willen zien over 10 jaar?
In Nederland en niet in Engeland met een Engelse vriend. In Nederland. In een baan die je heel erg leuk vindt. Die past bij jouw talenten en passie. Mm-hmm. En met een partner die je heel erg lief vindt. En met wie je leuke dingen beleeft. En met wie je veel lol hebt. Ja. Zoiets. Ja. En een beetje bij ons in de buurt. Als jullie niet verhuizen naar Drenthe. Nee. Dan zou dat zomaar eens kunnen gebeuren. Ja. Zo is het. Welk moment was je het meest trots op me? Dat zijn meerdere momenten geweest. Bijvoorbeeld toen je in Jozef speelde. En daar als klein meisje op zo'n enorm podium stond met het publiek van duizenden mensen. Ja. Was ik heel trots op je. Toen je voor het eerst naar de middelbare school ging. Als klein meisje. Met een grote tas. Ja. Toen je kon fietsen zonder zeil. Dat was een enorme overwinning. In hoeverre is dat zeg maar anders bij het feit dat ik bijvoorbeeld de oudste ben? Is dat anders of niet echt? Jawel, want toen jij voor het eerst naar de middelbare school ging, was het ook voor ons voor het eerst. Ja. Dus dan is het nog bijzonderder. En bij de tweede kennen wij het proces al een beetje. Dan ben ik wel net zo trots op de tweede en de derde. Maar dan alleen het is minder nieuw. Dus dat heeft zo zijn voor- en nadelen voor de oudste. Want ik ben een beetje het experimentje. Ja, een broddellapje zeggen ze dan. Moet een beetje uitproberen bij jou. Maar aan de andere kant is er dus ook voor veel dingen van jou veel aandacht. Omdat het voor ons ook nieuw is. En dan willen we dat ook allemaal snappen en begrijpen en meekrijgen. En dan denk je bij de tweede, dat heb ik al een keer gezien. Dus dat is een beetje het nadeel van de tweede of derde. Ja. Zo hebben bij alle posities in de kinderrij voor- en nadelen. Wat is je favoriete moment van ons samen? Ik denk dat toen we samen naar Parijs gingen. Ja. Ja. Dat was leuk. Dat was heel erg leuk. Ja, Parijs was heel bijzonder, want dat was voor ons allebei nieuw. Ik kende Parijs ook niet. Nee. En dan gingen we samen uitvinden hoe die stad in elkaar zit, hoe de metro werkte, wat we wilden zien. We gingen eten, hadden we leuke gesprekken. Dat denk ik. En verder toen je geboren werd. Kan ik me alleen niet meer herinneren. Nee. Laatste vraag. Wat zou je anders doen als je me opnieuw kon opvoeden? Niks. Echt niet? Nee. Jij vindt wel dat ik iets anders zou moeten doen? Nee, niet als ik daarover nadenk. Nee. Dus nee, niet echt. We hebben een leuk leven samen. En het is heel gezellig. Ja. En je doet goede en leuke dingen. En ik ben trots op je. Dus ik had je ook niet anders willen zien dan hoe je bent nu. Dat is lief. Dus. Ja. Ik heb trouwens, wat misschien voor andere mensen niet zo heel normaal is, maar ik praat altijd best wel makkelijk met mijn moeder. Ik vind gewoon, ik weet niet. Ik kan over heel veel eigenlijk wel met je praten en dat vind ik wel heel fijn. Ik ook. Love you. Love you. Oké, dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien en om mijn moeder te ontmoeten, soort van. En bedankt voor het kijken. Doeg! Doeg!